Welkom bij de podcast van Soul of Inspiration. We gaan je ziel weer inspireren met hele mooie en nieuwe inzichten over liefde en ware liefde. Vorige keer hebben we het gehad over zelfliefde. En vanwege de mooie reacties en de overweldigende belevenissen van mensen, hebben we besloten om daar straks nog even op terug te komen met een vraag die is ingestuurd. Ja, we hebben mensen natuurlijk, alle mensen bij ons retreat en de mensen die we kennen natuurlijk de podcast toegestuurd. We krijgen hele mooie liefdevolle reacties. En uit die reacties hebben we ook gevraagd, goh, wat is je feedback? En mensen vinden het eigenlijk nog fijn om nog meer te horen over dat stukje zelfliefde. We hebben mensen gevraagd van, goh, wat zou je nog willen leren? En toch komt het vaak terug, en dat is in de retreats eigenlijk bij ons ook altijd zo, grenzen stellen. Grenzen stellen voelt toch vaak als iets egoïstisch. Voor je ouders, voor je collega's, voor je partner, van nee durven zeggen. Hoe doe ik dat nou? En vandaar dat we deze podcast nog daar extra tijd aan gaan besteden, zodat een stukje zelfliefde nog duidelijker wordt. Maar het is ook zo dat in alles wat wij doen, of het dan over gevoel en intuïtie gaat, of over je mindset, of over visualiseren, het stukje zelfliefde zal altijd terugkomen. Want dat is eigenlijk de basis van alles. Ja, en het was ook wel een beetje komisch, want we hebben een vraag ingestuurd gekregen van Daan. We mochten zijn naam noemen, gelukkig. En hij zei ook van, weet je, ik ben over de 40 en zelfliefde dacht ik dat ik dat onder controle had en ik kon het lekker toepassen in mijn leven en alles draait wel. Maar elke keer had hij een blokkade. Want hij zei dat hij een probleem had. Wij zeggen altijd, problemen bestaan niet, het zijn uitdagingen. En hij kwam voor de uitdaging te staan van, hoe kan ik nou grenzen gaan stellen? Want het lukt op zijn werk, hij heeft een goede functie. En het lukt, bij zijn vrienden kan hij zijn grenzen stellen. Maar het punt was, en misschien herkennen jullie dat als je meeluistert, het ging bij zijn ouders niet goed, zei hij. Want hij vond het lastig, want iedere keuze die hij maakte, wilde die goedkeuring hebben van zijn vader en van zijn moeder. Mm-hmm. En daar hebben we zelf ook wel eens tegenaan gelopen van, hoe kan je dat nou op een liefdevolle manier gaan uitzenden van, dit is mijn grens, ik ben een volwassen persoon. En ik kan er vertrouwen op mezelf, want ik kan keuzes maken die mijn hart vertellen. Zonder dat ik dat gevoel van, ik moet verantwoordelijkheid afleggen. Daar wil hij vanaf. Wat wij horen met mensen die we coachen, dat dit eigenlijk heel vaak een ding is. Hè? Dat mensen het toch lastig vinden om naar hun ouders of naar mensen die ze lief hebben, niet willen teleurstellen. Maar ik kijk er eigenlijk heel anders naar, jij ook, want anders zou ik dit samen niet zo goed kunnen doen. Is dat het juist is dat mensen die van je houden het fijn vinden om een grenzen aan te geven. Omdat ze je respecteren om wie je bent. Dus dat je mag zijn wie je werkelijk bent. En grenzen aangeven, als je dat kun je het beste doen vanuit je gevoel. Dus vertellen, ik voel me hier niet fijn bij. Want niemand kan in jouw gevoel kijken. Niemand kan voelen wat jij voelt. Door te vertellen en te communiceren, maar ook je grenzen vanuit je gevoel aan te geven, kan je eigenlijk nooit iets fout doen. Dus je kan mensen niet teleurstellen als je zegt van, goh mam, ik vind het niet fijn dat je elke dag langskomt. Het is lief bedoeld, maar het voelt voor mij als een controle. Of, pap, als je me iedere keer denkt dat je met mij dingen moet doen vanwege de auto of samen een hobby die je hebt of zo. Maar eigenlijk heb je liever tijd voor jezelf. Zeg je, goh, voel ik me fijn als ik even tijd heb voor mezelf. Ja, en om even mee te nemen naar wat achtergrondinformatie. Zijn opvoeding was, hij zei dat hij dan een goede opvoeding had gehad naar wat hij toen wist. En zijn ouders, die wilden hem altijd helpen met alles wat hij deed. Eigenlijk vanuit liefde. Ja, vanuit liefde, maar het was een soort controle geworden. Waardoor zijn vader altijd bovenop zijn nek zat. Hij voelde letterlijk de adem van zijn vader in zijn nek hijgen, zijn moeder. En eigenlijk voelde hij zich enorm opgesloten. Ja. Ook al was dan bijna verstikkend. Verstikkend, en had hij een goede jeugd gehad. Maar hij wilde dat ze hem gingen vertrouwen. En hij had daardoor ontwikkeld van, joh, ik maak een keuze. Hij was natuurlijk boven de 40, hij heeft een eigen huis, hij heeft een eigen functie, hij heeft een gezin. Maar toch dat stemmetje van, oké, papa en mam, ik wil bevestiging van jullie hebben. En toen zeiden we ook tegen Daan van, joh, heb je dat gedurfd om te communiceren vanuit je gevoel naar je ouders van, ik heb hier last van? Nee, want dat is voor hem een blokkade. Vanuit dan ben je bang dat toch die ouders er wat van vinden. Dat ze je er misschien op af zullen wijzen. Dat ze het voelen dat je ondankbaar bent omdat je hun hulp niet accepteert. Nee, je vertelt het vanuit je gevoel. En je ouders en mensen om je heen die je verzameld hebt, die je dierbaar zijn,
zullen altijd je grenzen respecteren. Want dat is de liefde die ze voelen. Ze vinden het fijn als je grenzen aangeeft. Op het moment dat je het maar wel liefdevol vertelt. Met een liefdevolle boodschap en vanuit je gevoel. En daarbij kwam ook dat hij voelde zich ook anders in het gezin. Want zijn zus en zijn twee broers, die vielen wel in het plaatje. En die waren, wat die ouders ook vaak tegen Daan zeiden, neem eens bijvoorbeeld aan je broer, neem eens bijvoorbeeld aan je zus. Maar die vielen wel in het hele familiaire situatie. En hij viel daarvoor zijn gevoel buiten. En hij voelde zich in het begin anders. Toen zeiden wij ook tegen Daan van, weet je, als mensen van je houden, dat zeggen we ook altijd in de retreats en tijdens de coaching, als mensen van je houden, respecteren ze ook je grenzen. En dat was voor hem een hele eye-opener. Want Marieke zei ook tegen hem van, weet je, je doet vanuit liefde, maak je keuzes. Mm-hmm. Niet vanuit een negatieve energie, maar jij doet vanuit een liefdevolle aspecten, maak je keuzes voor je eigen leven. En als jouw ouders van jou houden, dan gunnen ze je dat ook. En dan, dat zou dan ook een natuurlijke band moeten kunnen ontstaan. Als jij vanuit je gevoel gaat communiceren naar je ouders van, ik heb hier last van, zullen ze nooit zeggen van, wat is dat voor raar gezeur? Ik begrijp niet waar je het over hebt. Want als ze dat zullen zeggen, dan respecteren ze niet wie jij echt bent. Nee. Maar dat is best wel, voor heel veel mensen, emotioneel gezien, best wel een soort angst. Van. Nou ja, het is natuurlijk ook iets wat zo gegroeid is. Hè? Kijk, als je een tijdje hulp nodig hebt, dan ben je misschien naar het ene kind wat bezorgder, of soms misschien wel overbezorgd. Maar intussen was hij al 40 plus. Hè? Dus hij was geconditioneerd door zijn ouders dat die ouders iedere keer voor hem gingen zorgen en hulp aan gingen bieden zonder het te vragen, omdat ze dachten dat ze hem maar hielpen. Maar ondertussen was hij er al overheen en had hij het eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dus het is ook een kwestie van communiceren. Dat is eigenlijk in elke relatie ontzettend belangrijk. Ga communiceren wat je nodig hebt. Van, je hoeft niet elke op zaterdag langs te komen om mijn boodschappen te brengen, want ik ben al 40 en mevrouw en ik kunnen dat prima zelf. Hè, maar door het niet meer te communiceren en je dus je grenzen niet aan te geven, ja, stapt iemand over je grens heen en dat kan heel vervelend ervaren worden zonder dat die ouders daar zich bewust van zijn. Dus je doet jezelf tekort door je grenzen niet aan te geven, maar eigenlijk doe je ook je ouders tekort. Want die zijn allemaal dingen voor jou aan het doen die je helemaal niet waardeert of die je wel liefdevol vindt, maar die je eigenlijk niet meer op dat moment gewend zijn. En dan is het aan jou, van, geef gewoon je grenzen aan, durf nee te zeggen of durf zeggen, joh, het hoeft voor mij niet. Nee. En dan geeft ook weer die ruimte voor die ouders. Ja, en om het ook praktisch te maken van hoe je dat in je eigen situatie kan toepassen. Kijk, als je hebt een, daar gaan we het zo ook over hebben, over de liefde en waarliefde, maar je hebt een energiedraagje bij je. En als jij de ruimte laat bij een ander, zodat die ander jou kan gaan controleren en een druk op jou kan gaan leggen, dan zijn jouw grenzen totaal weerlegd. Je moet gaan uitzenden, gaan uitstralen van tot hier, dit is mijn grens, dit ben ik. Ja. En als je niet gaat communiceren, dus vanuit je gevoel tegen je ouders gaat vertellen van, ik vind het niet fijn omdat mijn gevoel zegt, hey, dit voelt bedrukkend en ik heb, dat komt een stukje, komt daar vandaan, dan hou je het in stand. En gelukkig zijn we dus niet afhankelijk van onze ouders, van onze vrienden, van onze andere relaties die we hebben in het leven. We kunnen zelf de stap zetten door te gaan vanuit ons gevoel te gaan communiceren. En dan kan je zeggen van ja, dat is wel spannend. Ja, zonder te verwijten, want die verwijten zijn zo makkelijk. Hè? We hebben ook veel stellen gecoacht en mensen die een relatie, nou ja, een soort van crisis. Mensen die hun relatie wilden verbeteren. Mensen die een hele goede relatie hadden, maar naar een hoger level wilden samen. Hè? Om nog meer te kunnen verbinden. Maar daarin zit altijd een communicatie. Het is altijd communicatie, elke keer opnieuw. Want vanuit dat gevoel communiceren, dat maakt zoveel moois. Dat brengt zoveel energie en verbinding met zich mee. Als je maar open durft te zijn over wat je eigenlijk nodig hebt en wat je wilt in de liefde. Maar dat geldt eigenlijk ook voor jezelf. De mooiste vraag die je jezelf kan stellen. Wat heb je nodig om jezelf liefde te laten groeien? Wat heb je daarvoor nodig? Om jouw zelfliefde te laten groeien. En dat is ten eerste luisteren naar je gevoel en intuïtie. Maar dat ook gaan uitspreken. Ja. En doordat je het gaat uitspreken, kom je tot de puurste vorm van relaties. Als Daan, we hebben hem ook meegegeven, ga naar je ouders. Ga in kwetsbaarheid, niet vanuit een ratio, niet vanuit een verwijtende sfeer, wat je ervan vindt en dat je erachter bent gekomen, dat je toch wel dingen tekort bent gekomen. Ga vanuit het gevoel, dus een gevoel laat zien, waar heb je behoefte aan? Dus ik wil graag vertellen dat ik er last van heb en ik wil het graag oplossen. Mm-hmm. En een verwijt is eenzijdig van, joh, je hebt dit niet goed gedaan, punt. Ja. Een gevoel laat ruimte ook voor die ander. Kunnen die ouders
jou laten ervaren wie hun zijn en hoe ze met je om kunnen gaan, met jouw gevoel. En jij hebt het antwoord van hoe zijn zij in staat om mijn gevoel te kunnen omarmen, om mijn grenzen te kunnen liefhebben. Kunnen ze dat niet? Dan is dat heel vervelend en dat is natuurlijk confronterend. Maar dan weet je wel wie jij bent, waar je ouders staan en hoe je verder kan. Het wordt een helderheid. En daar willen we ook naartoe. Grenzen stellen is niet iets van, het is een hardheid. Het is niet zeggen, ik zeg nee, de botte bel eroverheen. Nee, en het is afgedaan. Nee, grenzen stellen is een conditionering naar jezelf toe. Van, ik ken mezelf, ik heb mezelf leren kennen. Ik durf. Ik weet wat ik nodig heb. Ik weet wat ik nodig heb. Ik durf vanuit daar mijn gevoel te gaan uiten. En dan ga je op een gegeven moment nooit meer je grenzen hoeven aangeven. Want je gaat een verandering doormaken. Dat mensen die, je gaat mensen aantrekken die van je gaan houden. Zonder dat je je grenzen hoeft te stellen. Ja. En dat willen we, nu willen we ook doorgaan daarmee naar liefde en ware liefde. Want dit is een heel belangrijk stuk ook in liefde en ware liefde. Ja, en ook denk ik in de energie. De energie waarin je zit bepaalt ook welke mensen je aan gaat trekken. Ja. We vertellen dat natuurlijk altijd, dat ook in de coaching van, weet je, op het moment dat jij niet goed in je vel zit, wat voor mensen trek je dan aan? Als jij, stel je voor, we weten Daan zijn verhaal, maar we willen niet dat het over Daan specifiek spreekt, het gaat over alle mensen. Heb jij een tijd slecht in je vel gezeten, wat gaan mensen doen voor je zorgen? Mensen gaan dingen herhalen, mensen gaan misschien je vaker bellen of appen. Mensen gaan misschien dingen voor je doen die je nu geen behoefte meer aan hebt. Maar als jij het niet communiceert, weet een ander niet waar je zit. En dat gaat natuurlijk ook over, als je weet wat je nodig hebt in de liefde, komt dat weer naar je terug. Maar je moet je beseffen dat ook in welke energie je zelf zit. Dus ben je bewust van welk energieniveau je zit? Zit je in een lage energie? Zit je fut op de bank? Heb je geen zin om te sporten? Wil je liever niet naar buiten? Vind je het lastig om gezond te eten? Ben je negatief op je werk? Heb je geen leuke collega's? Tuurlijk ligt dat een deel misschien aan de buitenwereld, maar ligt ook een deel aan jou. Dus hoe kan je dat energie voor jezelf hoger krijgen, zodat je zelfliefde groter is, maar ook dat je dan weer de juiste mensen aantrekt. Het is net als je wil naar het licht toe, maar je blijft in die duisternis. Dat is energie. Energie is eigenlijk je goed voelen, goed voor jezelf zorgen, zelfliefde dus. En hoe beter je voor jezelf zegt, hoe meer energie je krijgt, waardoor de mensen om je heen ook steeds positiever worden. Mensen die heel veel energie hebben, roddelen niet. Mensen die zich goed voelen, zijn niet negatief. Mensen die zich heel goed voelen en veel energie hebben, zijn niet negatief. Nee, ze zijn juist positief. Die proberen alle goede kanten te kijken. Die proberen alles positief te belichten. Dus op het moment dat je energie goed is, heeft het ook echt iets met je zelfliefde te maken. En als het dus niet goed is, waarvan je voelt van ik ben negatief, ik voel me niet fijn, hoe kom je dan weer op dat hogere energieniveau? Ja, en misschien het is het fijn om te weten als het al snel ging, om het eens eenvoudig uit te leggen zoals wij zijn. Energie is gewoon de kwaliteit van jouw gedachten, van je mindset en jouw gevoel en intuïtie. En daar de communicatie mee met wat je uitzendt. Dus je hebt je gedachten en je hebt je gevoel en intuïtie en dat zend je continu uit. Naar het universum, maar ook naar je omgeving. En vooral naar jezelf. Dat krijg je terug. Dus die kwaliteit, dat is de energielevel waarop je leeft. En dan hoef je niet bang te worden van, joh, ik heb het overzicht niet, of ik weet niet waar ik moet beginnen. Voel, ga nou ervaren op welke level van levenskwaliteit je zit. Hoe is je zelfliefde? Hoe zijn je grenzen? Hoe zijn je positieve gedachten? Heb je positieve gedachten, negatieve gedachten? Durf je naar je gevoel te luisteren? Blokkeert het als je naar je gevoel gaat? Want dat is ook confronterend. Mm-hmm. En dat is nou die liefde waar we het nu over gaan hebben. Dat is essentieel. Ja. Want de liefde voor jezelf is één. Daar hebben we het over gehad. Zelfliefde. Maar de ware liefde, dus een partner, man, vrouw, maakt niet uit. Een partner aantrekken. Het avontuur van de liefde begint altijd bij jezelf. Ja, eerst bij jezelf. Het is zo mooi misschien om te vertellen. Want we coachen natuurlijk al jaren mensen. Maar in het begin van, voordat we die retreats organiseerden, had ik een coachinggesprek met iemand. En ze wilde eigenlijk alles, ze wilde de ware liefde vinden. En ze had een eigen bedrijf, had ze helemaal zelf opgezet, superknap. En het ging eigenlijk heel goed met haar. Maar ze vond haar team zo negatief. En de mensen om haar heen waren negatief en ze vond maar de ware liefde niet. En ik had een paar afspraken met haar gemaakt, online. En toen vroeg ik van, goh, zou jij eens morgen als je naar je werk gaat, want het was haar eigen bedrijf, eens willen toespreken dat je dankbaar bent voor de mensen die er zijn. Dat je mensen compliment maakt. Ieder personeelslid ga jij een compliment geven.
En bel me dan terug, einde van de dag. Laat me dan weten hoe het is gegaan. En ze zei, nou, het was zo gek. Iedereen was zo vrolijk. Ik zeg, heb je er wel eens over nagedacht? Dat het jouw energieniveau was, wat je inbracht in het team. Want zij was niet gelukkig met zichzelf. Iedereen had de ware liefde gevonden. Zij was alleen. He, zo praten ze ook in de coaching. Dus ze was eigenlijk heel negatief. Waardoor dat team was haar ook heel negatief geworden. Toen zij ging ombuigen naar positiviteit, werd het hele team positief. Ze zegt, ze hadden zo'n leuke dag gehad. Ze bedankte haar. Ze waren blij met hun baan. Dus het energieniveau bepaalt dus ook wat je aantrekt. En dat, we gaan het zo over de liefde hebben. Maar het gaat dus ook om al stukje dat zelfliefde. Want wat heb ik nodig? Wie ben ik zelf? Waar zit mijn energieniveau? Is dus ook belangrijk voor wat je aan gaat trekken. En ja. Dat is belangrijk om te weten, te beseffen. Oké, als ik zelf niet heel positief ben, wat trek ik dan aan? Een positieve mindset trekt positieve dingen aan. Een negatieve mindset trekt nooit een positief leven aan. Dus wees ook je bewust van je eigen energieniveau. En als mensen zeuren in je omgeving, wees je dan ook van bewust dat je zo niet wil zijn. Als iemand negatief is en iemand belt je met iedere keer negatieve verhalen, ben je er dan ook van bewust, wauw, dit wil ik niet. Ik wil positief, ik wil naar het licht. Ik wil niet in die duisternis blijven. En dat is je energieniveau om te bepalen, ook in de toekomst, wat voor, als je een partner hebt, hoe die relatie gaat. Maar als je nog geen partner hebt, wat ga je aantrekken? Ja, en dat is heel, heel fijn wat je zegt, want dat gebeurt zo vaak als we mensen ook op retreats krijgen. Van, we leggen het altijd weer bij die ander. Ja. Van, als er negatieve dingen gebeuren, joh, we oordelen wat, we zeuren wat, we zeiken wat. Die is negatief, ja. Moet je die eens horen en heb je die al eens gezien. Maar je moet het naar jezelf gaan kijken. Ja. Waarom komen die situaties in jouw leven? Die zelfreflectie. Ja, jij bent de standaard van wat je terugkrijgt. De uitspraak van wat je zaait, zul je oogsten. Die kennen we allemaal. Mm-hmm. En, maar de kwaliteit van wat je zaait, dus de zaadjes die je kan planten, wordt bepaald door je energie. Mm-hmm. Met welke energie ga je zaaien? Met welke zelfreflectie? Met welke zelfliefde? Hoe schat je jezelf op waarde? En ik denk dat het heel fijn is ook om te weten dat je bij jezelf kan beginnen. Je bent niet afhankelijk van een ander. Vaak als er iemand in je leven komt, weet je wel, je hebt spanning, een leuk iemand die denkt, oh, hè? Leuke man, leuke vrouw. Zijn we geneigd om helemaal in die ander zijn emotie te duiken. In die ander zijn houding te duiken. In die ander zijn voorkomen te duiken. Van joh, wat zegt hij, hoe gedraagt hij zich? In de liefde dus. En dan denk je, oh, wat leuk. Maar wat je één ding, wat wij ook altijd zeggen in de coaching. Wat heb jij nodig? Ja, dat is de allerbelangrijkste vraag die je zelf moet stellen. Wat heb jij nodig in de liefde? Niet wat heb je te bieden. Of wat kan je die ander geven? Wat kan die ander jou geven? En wat heb jij nodig? Dus maak voor jezelf een lijstje. En dit klinkt altijd zo heel kinderachtig. En ik zeg, ja, ik heb genoeg lijstjes en genoeg to-do-list. Maar dit is wel essentieel. En ik heb het geoefend met zoveel mensen. Hè? In de retreats doen we het altijd. En we komen zoveel mensen tegen die door dit lijstje zich bewust zijn geworden van, hey, ik ben veel te vaak in de emotie van die ander gestapt. Hij hield van Indonesisch eten en ik ging ineens Indonesisch koken. Of ik vond iemand die geïnteresseerd was in die muziek. Maar ik hield er eigenlijk helemaal niet van. Maar ineens hield ik er ook van. Weet je, een soort gevoel van chameleon zijn. Nee, wat heb jij nodig? Wie ben jij? Jij bent belangrijk. Het leven gaat om jou. Jij moet de liefde vinden, of mag de liefde vinden, die voor jou belangrijk is. Dat is niet voor je moeder, niet voor je vader, niet voor je zus, niet voor je vriendinnen. Die hoeft niet bij je vrienden te passen. Nee, het gaat erom, wat heb jij nodig? Wat zijn de karaktereigenschappen die je belangrijk vindt dat iemand heeft? We hebben ooit een keer iemand gehad die zei, ja, 1,85, half lange, blond haar. Ja, een beetje zo'n Ibiza beach boy. En ja, ik heb hem nog steeds niet gevonden. Ik zei, en wat voor karakter had hij? Ja, nee, maar dat was even een vraag. Want ze was alleen maar gefocust op die half lang blonde haar man met 1,85. En die was ze nog niet tegengekomen. Maar je moet heel specifiek zijn. En dan komt de vraag altijd bij ons, zijn we niet te specifiek? Nee, je bent nooit te specifiek. Je bent nooit te kritisch. Je bent heel duidelijk in wat je wilt. Waar zendt het juiste uit? Kijk, ik ga je heel eerlijk vertellen. Ik zal het zo even vertellen hoe het helemaal is gegaan. Maar ik had mijn lijstje gemaakt met wat ik echt graag wilde in een man. Ik
heb natuurlijk 24 jaar relatie met een partner gehad, waarvan ik ook dingen zag die ik niet meer wilde. Maar daar kan ik in gaan zitten wat ik niet wil, maar ik ging zitten in wat ik wel wil. Dus ik ging uitzenden wat ik wel wilde. Het enige wat ik niet op mijn lijstje had geschreven, was leeftijd. Ik heb er nooit aan gedacht dat ik een partner wilde van mijn eigen leeftijd. 5 jaar jonger, 5 jaar ouder. Was ik helemaal niet mee bezig. Als het voor mij belangrijk was geweest, echt, echt essentieel voor mijn toekomstige partner, had ik het er wel bij geschreven. Ik heb zoveel op mijn lijstje geschreven. Iemand waar ik mee kan communiceren. Iemand die me naar een hoger level kan tillen. Iemand die spiritueel is. Iemand waar ik mee kan communiceren. Iemand waar tussen de lakens mee fantastisch is. Iemand waar ik mee geweldig kan ondernemen. Iemand die initiatief toont. Die avontuurlijk is. Ik voel me nog steeds vereerd. Dus okay. Je ziet mijn rode wangen niet, maar dat is elke keer weer opnieuw. Nee, maar ik heb echt een lijst gemaakt. Een bewuste keuze gemaakt. We hebben zelf boeken geschreven, maar ook een levenswerkboek. 2 levenswerkboeken voor deel 1 voor de coaching, hè, voor de retret en deel 2. En in deel 1 staat heel mijn lijstje. En ik hoor heel vaak terug van wauw, dit lijstje zou eigenlijk mijn lijstje moeten zijn als andere vrouwen of mannen dat invullen. En dat is niet omdat ik een lijstje wil maken wat iedereen had, maar ik had heel veel geleerd in wat ik wel wilde. Op het moment dat je dat uit gaat zenden, letterlijk gaat voelen vanuit je gevoel wat je echt wilt, komt het naar je toe. En het was ergens in december dat ik dat lijstje ooit heb geschreven. En ik had je ooit al ontmoet, maar nooit met je gesproken. En ik ben met je gaan praten en jij was diegene. Maar niet weten dat je ruim 20 jaar jonger was. Ik heb dat nooit uitgezonden. Ik heb dat ook niet gewenst. Maar het lijstje was zo. Dus wees, we zeggen ook wel eens in de socials van, weet je wel, be careful what you wish for. Maar wees specifiek in wat je wenst. Als je dus wel belangrijk vindt dat iemand een bepaalde leeftijd heeft, ja, zet het erbij. Maar voor mijn gevoel is het meer om karaktereigenschappen op te willen. Want dat is veel belangrijker. Daar heb je het hele leven mee te doen. Ja, dat is echt zwaar. En het is fijn dat je daarom beseft, als je dan over ware liefde gaat praten, van ware liefde is eigenlijk wat we altijd zeggen. Je hebt verlangens, behoeftes. En dat je volledig eerlijk kan zijn naar wat je echt nodig hebt. Want we zeggen altijd, het universum is heel divers. Je hebt altijd een keuze. En dat is soms ook wel, be careful what you wish. Dat maakt het ook heel, heel grappig, zeg ik altijd. Je kan vragen wat je wil. Maar je kan ook vragen wat je nodig hebt. Mm-hmm. En mijn advies zou zijn, en daar ben je helemaal vrij in, vraag wat je nodig hebt. Maar om dat te vragen, mag je bij jezelf beginnen. Mag. Ik zeg, moeten, dat is mogen. Mm-hmm. Je mag bij jezelf gaan beginnen. En dan moet je eerlijk zijn, wat heb ik nou nodig? En toen ik heb voor Marieke een boek geschreven, De Vrouw van Magie. En dat kwam tot stand doordat ik zo vervuld was van liefde voor mezelf en voor Marieke. Dat werd een enorme wisselwerking. Want ik ben gelovig opgevoed en het was een geloof wat het christendom. En daardoor ben ik altijd, het was soms ook wel confronterend, het was een hard geloof, maar ook wel gaan nadenken over, het heeft me wel gered, want ik was heel bewust van, wat wil ik in een relatie, wat wil ik in een vrouw, hoe zie ik het voor me. Ik was vroeger heel uit mijn ratio aan het leven, dus dat stukje was wel bedrukkend. Maar daardoor ben ik wel naar mezelf gaan leren kijken op een manier van bewustzijn. Wie ben ik? Wat heb ik nodig? En wat heb ik dan te bieden? En toen ik haar tegenkwam, toen ik haar voor het eerst zag, haar energie was overweldigend. Ik vond echt, het kwam binnen, een soort exploderende bom. En toen dacht ik van, oké, ik heb wat uitgezonden, wat ik echt, echt verlang, intens verlangen, anders werkt het niet, intens verlangen. En daar zat ze dan. En het universum zegt dan, hey, de realiteit van jouw dromen, zo zeg ik al tegen Marieke als ik soms wakker word, je bent de realiteit van mijn droom elke dag. En dan zeg ik van, oké, hier is het. Durf jij... Ik pak het cadeautje maar over te geven, want overgave is belangrijk. Echt? Durf jij ja te zeggen tegen jouw wens? En toen dacht ik van, oh, en dan zie je elkaar. Dan ga je in je ratio van, wat zou de maatschappij ervan vinden? Ze is ouder, ze was gescheiden, ze had kinderen. En dan gaat het, hè, want ik was natuurlijk in een gelovig dorp. Dacht van, oh, daar gaan mensen over oordelen. Mensen gaan me niet begrijpen, vrienden, familie. En het was een strijd, want je kan wel zeggen, ja, het is allemaal leuk geweest en we hebben het geweldig. Nee, toen we elkaar leren kennen, het was gewoon één dieptepunt. Niet dat wij, de energie tussen Marieke en mij was geweldig, maar de bagger ellende eromheen,
We werden echt gewoon veroordeeld op de liefde. Waarom? Ik stond altijd klaar voor anderen. Ik paste in het plaatje wat hun van mij verwachten. Dat is ook zoiets. Je hebt relaties van hun vinden jou leuk omdat jij doet wat hun willen dat jij doet. Maar niet omdat je echt zo bent. En toen ik dacht van ik kies voor mijn hart. Dus ik kies eigenlijk voor mezelf. Voor het leven wat voor mij bestemd is. Toen viel de wereld over me heen. En ik ben heel veel mensen verloren. Eigenlijk iedereen. Maar ik heb wel voor mijn hart gekozen. En dat is de vervulling wat iedereen verdient. Je hart. En de mensen die je ontmoet als je gaat kiezen voor je hart. Voor de eerlijke weg. Ik noem je hart. Je hart is eigenlijk een hele zuivere bron. Als je daarvan uit gaat leven. Komen er ook fantastische situaties op je pad. Uitdagingen. Levenslessen. En ik heb met jou een leven gestart. En vanaf dag 1 keek ik in je ogen. En het was een soort. Het was echt een doorstroming van ware liefde. Geestelijk. Lichamelijk. We hebben elkaar ook uit moeten dagen om. Hè, ik was gelovig, was spiritueel, maar wij waren ook wel ontwikkelde mensen en wij wilden met elkaar in gesprek van, joh, jouw ziel heeft een hele, heel veel mooie schatten. Mijn ziel heeft mooie schatten, wat is onze verbinding? En dat is waar we in de liefde ook naartoe willen sturen, in deze podcast. Ware liefde is niet van, oh joh, wat we ook altijd tegen de retret zeggen, als we nou een man of vrouw van het terras afplukken, en we zeggen, oké, hij houdt van Netflix, hij heeft die hobby, hij houdt van reizen, is dat dan jouw droomman? Weet je, als je dan te makkelijk ja zegt, als je jezelf niet op waarde schat. Nee, het is gewoon eerlijk durven kiezen voor jezelf. Jezelf waarde schatten, wat Marieke ook deed toen ze ging scheiden. Ik geef me over, wat heb ik nodig? En toen ik met haar ging afspreken, zei ze ook tegen mij de tweede keer, wat heb je mij te bieden? Ik dacht van, zo, je bent echt een pittig ding. Maar als ik eerlijk was, als ik naar mijn lijstje keek, een vrouw met eigenwaarde, een vrouw met een visie, een vrouw met spirituele groei, een vrouw met geestelijke uitdaging, een vrouw die het leven gewoon volledig begrijpt. Dacht van ja, je dit, dan krijg je terug. En ik denk dat je ook in de relatie zo moet zijn van als je iemand ontmoet of je ontmoet nog niemand, maar je bent bezig in de transformatie, in de energie van wat ga ik uitzenden, durf wat je nodig hebt op papier te zetten, durf daarin te gaan geloven. Ja, en dat is, ik bedank voor alle mooie dingen die je tegen mij zegt, maar ook tegen de mensen. Want ik denk dat het mooiste is van wat we willen overbrengen, is dat pure ware liefde echt bestaat. En ik heb dat in jou gevonden en ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Maar ik denk dat het ook met een reden is geweest om dit verhaal, en wat best wel bijzonder is, ook te gaan delen. En in het begin had ik daar heel veel moeite mee, wilde ik dat eigenlijk niet aan de wereld kenbaar maken, omdat ik het lastig vond dat we er eigenlijk elke keer op veroordeeld werden. He, dat mensen daar, he, ik ben door jouw familie benaderd, ik ben zelfs gebeld door familie. Er is best wel heel veel onaardige dingen over ons gezegd die niet waar zijn. En dat is oké voor hun, want als dat hun manier is om er zo mee om te gaan, vind ik het ook prima. Het raakt me niet in de zin van als mens, maar ik vind het wel jammer dat mijn goede ziel negatief is benaderd door iets wat voor mij zo goed voelt. Maar ik wil benadrukken dat als je voor je hart kiest, dat het zoveel mooier kan zijn dan je denkt. En ik heb van tevoren heel duidelijk uitgezonden wat ik wilde, wat ik net vertelde. Ik heb er een wensbriefje van gemaakt. Dat wensbriefje vertellen we ook altijd in de coaching van, god, daar kan je iets opschrijven wat je echt, echt wenst. Wat je vertelt moeder met een intens verlangen. Wij kwamen elkaar tegen terwijl ik iemand anders aan het coachen was. Dus ik was eigenlijk met de intentie om iemand anders te helpen. Op een locatie aan het water. En jij kwam aanvaren. We keken elkaar aan. Het was gewoon magie. Ik heb er geen ander woord voor. Mijn hart stokte. Ik kon geen adem meer halen. Het was iets zo bijzonders. We keken elkaar nog een keer aan. En we hebben 3,5 maand vanaf dat moment geen woord met elkaar gewisseld. Omdat we wisten, dit is zo bijzonder. Maar mijn hoofd zei, het kan niet. Mijn hoofd zei, je bent te jong. Ik ken je familie. We zitten in een klein dorp. Ik ben niet zo'n gooise vrouw met een toyboy. Met een toyboy, weet je wel. Wat ook vaak gezegd werd. Zoals sommige familie mijn leden yeah. Dat wel hebben genoemd naar mij. Dat ben ik helemaal niet. Ik ben er heel erg bewust. Ik ben altijd met ontwikkeling bezig geweest. Ik was altijd nieuwsgierig. Met ondernemers bezig om mezelf verder te ontwikkelen in het zakelijke stuk. Nee, dat was helemaal niet zo. Maar het was iets magisch wat mij overkwam. Maar ik heb het wel altijd uitgezonden. Dus op het moment dat ik eigenlijk heb gekozen voor mezelf in dat stukje van, hè, afscheid nemen van iemand die niet goed voor mij was.
heb ik gekozen voor wie ik wil zijn? Heb ik gekozen voor mezelf? Maar vanuit dat stuk kon ik dus gaan groeien om de juiste partner aan te trekken. En we hebben heel veel compassie gekregen voor de mensen die deze strijd ook hebben geleverd. Mensen die homo zijn, mensen die voor een situatie hebben gekozen, waarvan de buitenwereld iets vindt. Want wie is de buitenwereld om iets over je hart te vertellen? Hoe kan iemand, mijn vrienden, mijn mensen die ik al 25, 30 jaar ken, iets zeggen over mijn hart? Dat is onmogelijk. En mijn ene oudste dochter zei toen in het begin van, ze weet het ook hoor, van mam, kan dit wel? Toen zei ik weet het niet schat, maar ik moet mijn hart volgen. En de volgende dag belde ze op zich, sorry dat ik dat heb gezegd, ik had dat nooit mogen zeggen, maar ze weet hoe ik ben. Ik ben altijd met anderen bezig en bewust in het leven staan. Maar mijn gevoel was zo sterk. En ik denk als je je hart volgt in het leven. En we zeggen niet dat iedereen nu op een jongere of een oudere partner. Het gaat helemaal niet om de leeftijd. Het gaat om de energie die je hebt als stel. We hebben een enorme energie en dat krijgen we ook altijd terug. We hebben vandaag weer een coaching afgerond. En mensen ook, ja, jullie zijn zo goed als match, als stel. Zijn jullie zo fijn om bij te zijn. Ik denk dat dat ook reden is van onze missie. Dus ben je ook bewust van wat er nog gaat komen op het moment dat je altijd je hart durft te volgen? En of dat nou een man is die niet in het plaatje past van je vrienden, of dat het nou een vrouw is waarvan je ouders denken, is dat nou het type waar mijn kind mee thuis komt? Volg je hart en zoek het uit. En ga er achteraan en ga het gewoon beleven hoe het is. Ja, en de enige vraag die je dan jezelf mag stellen, wat heb ik nodig? En is die partner de weerspiegeling van mijn zelfliefde? Want elke ochtend als ik opsta en ik kijk naar links of naar rechts, maakt niet uit waar ze ligt. Dan kijk en als ik kijk naar haar ogen en dan denk ik van ja, als ik naar jou kijk, zie ik de weerspiegeling van mijn zelfliefde. En dat is geen, dat is natuurlijk een romantisch beeld, maar dat is echt vanuit een bewuste keuze van ik weet wat ware liefde voor mij betekent. Het begint bij mezelf, bij mijn behoeftes en mijn verlangens. En daardoor kan ik voelen, echt voelen, dat zij de ware voor mij is. En ware liefde houdt in dus dat het, mensen zeggen ook wel eens het gras dat groen bij de buren. In elk huis heeft zijn kruis, overal, elke relatie is het wat. Heeft wel wat. Ja. Nou, gelukkig geloofde ik altijd in sprookjes, Marieke ook. En sprookjes bestaan zeker. Want ware liefde houdt in dat je volledig jezelf kan zijn. En dat is niet van jezelf kan zijn, dat houdt in vanuit zelfliefde zijn. In je levensreis, dus je transformeert. Liefde is ook een reis. Elke dag zijn we in transformatie. Ik ben in transformatie. Marieke is in transformatie. Maar we laten onze ziel aan elkaar zien. Niet alleen zien, maar ook voelen en proeven. Waar zit ik? Waar zit Marieke? We spreken elke dag uit. Wat voel je? Wat heb je nodig? En we gaan elkaar niet dwingen of pushen naar een bepaald punt. We laten dat stromen. En dat houdt in, zij mag er zijn. Ik zeg altijd, Marieke, je hoeft niks te zeggen. Als je er alleen maar bent met je energie, je ademt, is al goed genoeg. En hoe komt dat? Omdat je altijd verbonden wil blijven vanuit het gevoel. Dus niet vanuit een ratio verwijten maken. Communiceer vanuit liefde. Mm-hmm. Vanuit wat je voelt. En dan blijf je verbonden. En laat die ander dus zijn. Niet veranderen. Maar ga alleen vanuit je eigen perspectief vertellen. Wat voel jij en wat heb je nodig. En als je dat kan zeggen, dan kan je ook wel zeggen van, joh, ik voel dat ik meer aandacht van je wil. Ik voel dat ik meer tijd met je wil doorbrengen. Dan kan je wel zeggen van, joh, je bent veel te druk aan het werk. Je belt me nooit en je ziet me niet staan en je raakt me nooit meer aan. Nee, dat is dus, dan ga je weer op die andere commentaar geven. Maar blijf bij je eigen hart. Mm-hmm. Schatje, ik wil dat ik meer aandacht, ik voel dat ik naar je verlang. Dat is wat anders te zeggen. Joh, je bent er nooit. Wat ben jij voor een waardeloze partner? Nee, dan ga je dus verder van elkaar afstaan. En voordat iedereen denkt dat het alleen maar roze geur en maneschijn is, we zijn ook op punten elkaar tegengekomen. Ja. En dat wil ik ook duidelijk benadrukken, want anders lijkt het alsof wij in niks verschillen. Maar juist doordat hij anders is opgevoed, een andere persoon is, ik ben anders opgevoed. Ik heb natuurlijk heel veel dingen alleen gedaan, dus ik ben een zelfstandige, dus aanhalingstekens vrouw. Ik heb altijd mijn eigen boontjes gedopt, ik heb mijn eigen geld verdiend. Heb jij een andere achtergrond, ook door het geloof, dan ik gehad? Maar we zijn bijvoorbeeld op date gegaan, heel veel in de kerk. Ik denk dat we 15, 20 kerken hebben bezocht om elkaar beter te leren kennen. Van wat vinden we nou mooi in dat geloof? En wat is nou
wat mij tegenstaat. En wat vind jij hier nu van? Wat vind je wat deze dominee vertelt? Wat is jouw spiritualiteit? Ja. En gaandeweg kwamen we er eigenlijk achter dat heel veel dingen hetzelfde zijn. En dat we allemaal praten over liefde. Maar je conditionering vanuit huis uit die jij hebt meegekregen is anders dan ik heb ervaren. Dus soms komen we ook dingen tegen van een reactie van een persoon die soms voelt als ik begrijp jou niet. Omdat je even niet weet waar die ander zit. Maar door te vragen van goh, waarvoor reageerde je zo? En hoe denk je dat het voor mij voelt? Of heb je wel stilgestaan bij hoe je reageert op mij? Nou, dan krijg je weer een gesprek. En geloof me ook dat het door de tent te roepen en elkaar negatieve woorden uitspreken, los van het vloeken, dat gebeurt bij ons gewoon niet. Puur omdat we gewoon kunnen communiceren op een niveau dat je elkaar probeert te begrijpen. Omdat alle reacties komen ergens vandaan. Dus de vraag naar iemand zijn gevoel, waar komt het vandaan? En dan kan je verzekeren, en dat durf ik ook open te zeggen, van tuurlijk, het is niet altijd het perfecte romantisch, maar het is juist wel oprecht. En we hebben nooit van die stomme discussies. We hebben gewoon een duidelijke visie, alle twee. En dat is wat ik wel eens heb gezegd. Ik wil een vrouw met pit. Marieke wilde een man met tegengas. Nou, soms denk ik wel eens van universum. Alsjeblieft, het is gelukt. Je hebt het gedaan. Het is uitgekomen. Ja, ja. Be careful what you wish for, hè? Dat we echt zeker energie stoppen in connected zijn. Ja. En dat het niet maar allemaal van... Het gaat vanzelf, omdat we vanuit zelfliefde in de relatie staan. Dan gaat het vanzelf. En dan moeten we echt elkaar lief hebben. Ook op een uitdagende wijze. En dat zo zie ik het. Van, ze zeggen als van ja, als je nooit ruzie hebt gehad, heb je zo'n relatie. Nee, ik zie het meer van als je nooit een uitdaging hebt gehad om elkaar lief te hebben. Van, het gaat geweldig, maar je hebt ook wel eens een uitdaging te pakken. Van, jij hebt zo'n mooi gevoel. Noem het dan ook een mooi gevoel van iemand. Als iemand een visie hebt wat je niet aanstaat, zeg dan niet van, ben je toch een bijzondere persoon. Nee, zeg, wat heb je toch een mooie kijk op de dingen. Ik heb het zo, maar we gaan kijken hoe we die verbinding kunnen aangaan met elkaar. Dat is ook liefde. De spanning. Spanning is niet alleen maar dat je elkaar de chemie in het leven is. Spanning is ook elkaar visie durven proeven. Durf je eigen overtuiging los te laten en durf te stappen in het leven van die ander waar die ander vandaan komt. Iedereen heeft een opvoeding. Iedereen heeft een energie met zich mee vanaf jonge leeftijd. En als je elkaar tegenkomt en dan zeggen we ook wel eens van joh, ja, hij heeft al een kinderen en die heeft al kinderen of die heeft al heel veel bagage. Nou, ik kan je één ding verzekeren. Marieke heeft ook 4 kinderen. En het is allemaal door communicatie, door onze energieniveau, kon het samen gaan. Omdat we onszelf durven uiten. Geen schaamtes, geen idee van... Nou, heel veel mensen hebben denk ik ook verlangens of dingen die ze niet durven delen met een partner, omdat ze bang zijn voor de reactie van die ander. Ja. Maar als je juist uit durft te spreken wat je wenst en wat je wilt en wat je nodig hebt, krijg je juist een heel mooi gesprek. Of je hebt niet de juiste partner. Dat is eerlijk. Dat is een eerlijk feit. Ja, want we hebben natuurlijk ook heel veel vrijgezellen bij ons in de coaching. En er wordt natuurlijk ook wel veel gevraagd van ja, maar ga ik dat op de eerste of tweede date met iemand al delen? Ja, graag. Doe maar. Ja, ben ik dan niet zo'n psycholoog of een soort surpiet? Nee, want als je dit belangrijk vindt in het leven en je volgt ons graag en je wilt hiervan leren en je wilt hierdoor groeien en je wilt daardoor ook de juiste mensen aan gaan trekken, dan is het belangrijk dat je gaat uiten wat je wilt. Hoe kan je anders uiten dan door te communiceren? Dus het is dan ook belangrijk dat je aan je toekomstige partner, waar je mee gaat daten, hè, de eerste date misschien een soort van oppervlakkig, maar kijken waar zijn interesse ligt. Maar de tweede date ga je toch echt wel in gesprek over wat heb je nodig in de liefde, wat zoek je in een partner. Juist die gesprekken zijn belangrijk om te weten, pas je bij elkaar? Want als die ene zegt, ja schat, ik wil iemand die lekker kookt. Als ik thuis kom, dat ik mijn voet op de tafel kan doen en dat het eten klaar staat. En dan s'avonds kunnen Netflixen. Ja, dan vraag ik me af, is dat de partner die je zoekt? Prima als je zo'n partner natuurlijk zoekt. Hè? Helemaal niks mis mee. Maar als je meer zoekt dan dat, dan kom je daar gaandeweg achter door met elkaar te gaan communiceren. Dus duidelijk uit te spreken wat je wel wil. Ja. En dan kan die ander dat ook doen. Waardoor je dus een verbinding hebt in het gesprek. En misschien is er dan de chemie er niet. Of hè, er kunnen altijd nog dingen zijn waardoor het geen relatie wordt. Of je voelt niet de chemie die, of de type relatie die je zoekt. Maar het is wel een mooie vriendschap. Maar je hebt wel al gelijk aangegeven waar je voor staat. En wat je belangrijk vindt. Dus ja, geef in het begin van het gesprek al aan. In het begin van dat je elkaar date. Wie je bent, waar je voor staat en wat je nodig hebt.
Dus de vraag wat je nodig hebt, ga je altijd communiceren. En het is ook zo, ook al zit je wel in een relatie, ware liefde behouden, doe je op dezelfde basis. Ja, ook door blijf connected. Wat heb je nodig? Elke dag opnieuw kies je weer voor elkaar. Je kiest niet voor elkaar op de dag dat je elkaar tegenkomt en zegt, of we gaan trouwen. Nee, je kiest iedere dag, zegt tegen Marieke, we zeggen altijd tegen elkaar, vandaag wil ik weer met je getrouwd zijn. Mm-hmm. Zij zegt tegen mij, ik zeg tegen haar, waarom? Omdat je bewust blijft connected. Want we transformeren, dankjewel. We transformeren, we veranderen. Maar we mogen onszelf uiten, dat mag iedereen, maar blijf dan verbonden door met elkaar te communiceren. En communicatie is ook het gevoel uitzenden, dus dat is de energie, dat iemand met jou verbonden is. Want als er onzekerheid ontstaat bij die ander, van joh, vindt hij mij nog wel leuk? Of, dan betekent niet dat het aan degene, als ik het gevoel zou hebben van onzekerheid, van Marieke vindt me nog wel leuk, betekent niet dat het Marieke de schuld is. Nee, dan kan je bij jezelf eraan gaan van joh, dan moet je niet gefrustreerd raken. Dan moet je vragen van joh, wat voel je nog voor mij? Ik heb meer aandacht nodig. Ga je bij jezelf eraan, waar komt het gevoel vandaan? Ware liefde behouden is gewoon jezelf op waarde blijven schatten. En het is zo mooi als je dat gaat doen. Dan zorg je altijd ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt. Je verlangens en je behoeftes. Ja, en als je nu luistert en je denkt van god, dit is echt geweldig wat een man zo is. Onze ervaring is dat heel veel mannen zo zijn. Ja, we hebben echt heel veel mooie mannen op de retreats gehad. Hebben hier behoefte aan. Die hebben dat stuk met zelfliefde. Die vinden het lastig om de liefde te vinden. Want waarom vinden ze de liefde niet? Omdat ze zich ook niet bewust bij stilstonden wat zij nodig hadden. Dus ik wil alleen maar zeggen, denk niet dat die mannen niet bestaan. Denk niet dat die mannen, vandaag zei ook iemand in de coaching, ja, dat is zo zeldzaam, die kom je bijna nooit tegen. Nou, ze zijn er genoeg. Dat is negatief. Ja. Nee, denk positief. Er zijn mannen die rondlopen. En als jij het uitzendt wat jij nodig hebt, en hij doet dat ook, dan kom je elkaar tegen. En ik wil er nog wat delen, want over mannen. Want het is echt zo dat ik leefde vroeger ook veel vanuit mijn hoofd. En ik was bezig met allemaal andere dingen. En een man, of nou man, man is, vrouw, vrouw, man, vrouw. Je hebt elkaar nodig. De liefde laat in kwetsbaarheid groeien. Liefde voor jezelf, maar ook voor elkaar. Dus je hebt elkaar nodig om tot inzicht te komen. En mannen en vrouw zijn gelijk aan elkaar en ze hebben dezelfde behoefte. Alleen emotioneel gezien wordt er een heel groot verschil gemaakt. Maar iedereen heeft behoefte aan die liefde, aan die verbinding. Maar waar we vandaan komen, is anders. Maar als je tot elkaar komt, maakt niet uit op de dag. Als je elkaar ontmoet en je voelt van ik wil met die persoon verder. Dan is het aan jullie twee. Wat is de kwaliteit van onze liefde? Dat heb je samen in de hand. Ja, wat gaat er ontstaan? En dat kan je bij jezelf beginnen. En wat je bij jezelf gaat ontwikkelen en ervaren, dat mag je gaan delen met die ander. Mm-hmm. En hoef je niet te zeggen van liefde is hard werken. Nee, liefde is gewoon uitzenden vanuit je gevoel. Waar sta je? Wat heb je nodig? En waar wil je naartoe? Die drie dingen kan je met je partner bespreken. Ja, vanuit die liefde voor jezelf kun je dus ook een licht zijn voor de wereld. Maar dus ook een licht zijn voor de liefde. Voor de liefde, voor elkaar. Voor dat je eigenlijk moet je ook, mag je dat ook zo zien van de relatie die je hebt. Het gezin, hoe je elkaar tegenkwam. Het is een beloning, hè? Het is geen straf. Soms denk ik ook eens van mensen, oh, ik ben al 10 jaar samen. Ja, dan denk je, zo bijzonder is het niet meer. Ja, na 12 jaar slaap je apart. Na 12 jaar slaap je apart. Want het wordt zoveel gekoppeld aan externe factoren. Nee, het gaat erom, je bent elkaar uit het oog verloren. En dan denk je in het begin, het gaat lekker. Laat me even gaan. Ik ga niet te veel veranderen in mijn relatie. Nee, zorg dat je iedere dag intuned op jezelf. Niet gelijk inzoomen op die ander. Want dat je zegt van, ik heb een beetje commentaar. Ik ga gelijk op die ander botvuren. Nee, eerst naar jezelf kijken. Kom tot rust. Ga vanuit je gevoel. En ga dan met elkaar in gesprek. En dan hou je het ook tot een magische verbinding. Ja, en wanneer je dus een langere relatie hebt. Of je hebt een relatie. Of een relatie nog recent is. Ga dit gesprek ook aan. Ga dit gesprek ook aan over wat heb ik nodig in de liefde. En kijk wat die ander ook nodig heeft. En we hebben deze oefening doen we ook meestal in relaties. Maar ook in mensen die alleen bij ons komen die niet tevreden zijn over een relatie. Vragen van, goh, ga dit eens met je partner bespreken. En hier ontstaan ontzettend mooie gesprekken. Want zoveel intense gesprekken hebben mensen vaak niet meer. Die mobiel gaat aan, de televisie gaat aan. Mensen hebben afleiding, afleiding, afleiding. Mensen gaan denken voor een ander. Ja, van joh, dat weet hij wel, dat weet hij toch. Gaan invullen wat je denkt dat die ander denkt. Maar ga het gewoon vragen. Ga elkaar dat gesprek aan. En neem de tijd voor elkaar.
De kracht van de relatie zit in de magie van de communicatie. Ja, dat willen we meegeven en we gaan afronden. Ja, we gaan even het laatste stukje noemen. Uit ons boek De Kracht van Magie. Dat hebben we geschreven na het boek De Vrouw van Magie. En er staan hele mooie quotes in. En die quotes zijn ervoor om je te herinneren aan de magie van jezelf. Aan de magie van het leven voor jezelf. Maar ook aan de magie van al het moois wat op je wacht. Als je je over gaat geven aan de liefde. De liefde is eigenlijk energie, wat we zeggen, ook met relaties. Als je bij ons kijkt, het geloof heeft het niet uitgemaakt, de leeftijd niet. Het gaat erom je ziel tot ziel. Ontstaat er een mooie verbinding. En dat kan alleen maar ontstaan doordat je jezelf gaat leren uitspreken naar die ander. Ja. En welke quote gaan we delen? Het gaat uit het stukje hoofdstuk liefde. Ja. We hebben nu altijd een quote, dan doen we de uitleg van de quote. En tips en een sleutelzin. Een sleutelzin kan je zien als tips om ze dagelijks toe te passen in je leven. En de quote is, het begin van ware liefde is zelfliefde. Je bent de start van dit magische avontuur en alle sleutels zitten in jouw emoties, gedachten en jouw handelen. Het zaadje wordt geplant. Het zaadje wordt geplant wanneer wij hier op aarde geboren zijn. Door zelfliefde krijgen de wortels de juiste voeding om zich sterk te maken. Een boom die voeding krijgt vanuit zuivere wortels is klaar om veel wind te kunnen vangen. Zorg dat je jezelf lief hebt, want alleen dan kun je anderen zuiver en oprecht lief hebben. Zelfliefde is de wortels van jouw emoties en deze emoties bepalen de zuiverheid en de kracht van jouw handelen. Je bent de start van dit avontuur en jij bepaalt de kwaliteit van de weg die jou naar jouw bestemming leidt. 3 tips hoe je dit dagelijks kunt toepassen. Zie als jezelf als een hoofdschakel. Kijk altijd eerst naar binnen en wees opbouwend eerlijk tegen jezelf. Zie alles als een kans om iets te leren en het beste uit jezelf naar boven te halen. De magische sleutelzin is, ik draag zorg voor mijn emoties, waardoor mijn handelen bijdraagt aan de beste versie van mezelf. Bedank jezelf altijd en ook het universum. En dat is mooi dat we willen afsluiten met, we bedanken jou. En we bedanken ook het universum. En we willen de volgende podcast gaat het over gevoel en intuïtie. En we kijken er enorm naar uit om je weer te mogen inspireren. Als er vragen zijn, dan kan je dat altijd weer insturen. Via Instagram. De Vrouw van Magie heet ons Instagram account. En we willen je bedanken. Dankjewel lieve luisteraars voor het luisteren naar deze podcast. En we inspireren je met alle liefde. En we wensen je altijd een magische toekomst toe. Tot snel. Volg je hart. Volg je hart.